Het ministerie van Justitie en Politie voert enkele operaties uit om het veiligheidsgevoel binnen de samenleving in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder verder te waarborgen. Nadat vorig jaar de operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo van start ging, is recentelijk een aanvang gemaakt met de uitvoering van de actie Alpha. We zijn aan het begin van 2020, weliswaar nu, reeds in de maand van februari. We hebben 2019 geëvalueerd en dan hebben we daar kunnen merken dus dat er aan het begin, ja, wat betreft de geweldscriminaliteit, een schommeling was. Dan in december kunnen we toch wel praten over een daling. Vandaar dus dat het woord criminaliteitsbeheersing is gebruikt. Maar na die evaluatie, ja, zijn we ook tot de conclusie gekomen. Ja, en dat was de derde maand van januari, dat er na de jaarwisseling toch wel een stijging heeft plaatsgevonden. En dus het eerste wat je doet is de koppen bij elkaar steken, ja, de evaluatie van het jaar daarvoor meenemen. En dan ga je gelijk tot het beschrijven van een criminaliteitsbestrijdingsplan. Ja? Maar let wel, het gaat niet alleen maar om de geweldscriminaliteit. Maar het gaat ook om het fenomeen, de verkeerscriminaliteit, want daar mogen we niet voorbij gaan. Het plan is beschreven, ja, en het plan zijn de acties welke gevoerd zullen worden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Ja? Hoe gaan we de geweldscriminaliteit, ja, samen bestrijden? En ik zeg het niet... Gewoon dat het woordje samen bezig ik om aan te geven dat we ieder erbij gaan betrekken. Het is niet alleen een aangelegenheid van justitie en politie, KPS. Maar ook de inlichtingendiensten, ook die samenleving gaan we erbij betrekken. Want zo hebben we het toch wel kunnen beheersen het vorig jaar. Het plan is beschreven. Het zal een goede samenwerking zijn tussen KPS, het Nationaal Leger en niet te vergeten DNV. Vanuit KPS... gaan we de buurtmanagers, de gebieden waarbij is gebleken dus dat het risicocijfer hoger is, gaan we de buurtmanagers daarbij betrekken. Ja, we gaan ervoor zorgen dat de politie dichter bij die samenleving is door containers te plaatsen. Dan heb ik het strikt ook over het Wanica-gebied. Wanneer ik praat over die containers, dan moeten we denken aan VCB. Laat me gelijk inhaken wat VCB betreft. Men is nu bezig met het analyseren van hoe het werkt. En als het toch niet het product levert wat wij willen, ja, dan zullen we gaan kijken van waar aan het gelegen is. Ligt het aan de plaatselijke situatie? Ligt het ook aan hoe de wetsdienaren hun taken daar zo uitvoeren? Doen ze het conform de regels? En dat gaan we bijstellen. Ja? Want ik blijf erbij, de opdracht die gegeven is om het veiligheidsgevoel, ja, te waarborgen en op te graden, daar blijf ik bij. Toch? Ik ga er niet aan voorbij, dat is die taak. Zoals u gemerkt heeft, zijn er de laatste tijd wat acties. U heeft gesproken over operatie Hoop. Dat is pas het begin. Ieder wordt erbij betrokken. We hebben nu de middelen. Onze mensen worden nu beter gewaardeerd. Rest ons die samenleving te dienen op de juiste wijze. Ja? Vanuit de overheid is die prestatie reeds gepleegd naar de mensen toe. Daar heb ik het over de politie. Dan heb ik ook nog een beetje money. Ja? We moeten gaan werken. Maar daarnaast, ik heb het al eerder gezegd, doe ik ook een beroep op die samenleving. Help ons ook. Want ik kom ook bepaalde zaken tegen waarbij ik zeg van, nou, dat is toch niet alleen aan die overheid, aan die regering gelegen. Als ik de vorige week nog in mijn auto zit en ik merk dat die goede mevrouw die naast me in haar auto, ja, met open ruiten staat. En ik breng nog onder de aandacht, mevrouw, uw ruiten staan open en uw tas staat zo open en bloot, al die bromfietsers die langs rijden. En er wordt naar mij toe gereageerd met een lichte arrogantie. Nou, ze moeten het durven. En dan zeg ik van, wat doe je zelf om te voorkomen? Het is niet goed te spreken
als men zich vergrijpt aan goederen van anderen. Maar wat doen we zelf? Hetzelfde had ik gisterochtend, elke ochtend midden bezigheid, jog meer 5 kilometer afleggen. En dan zie ik hoe men zich gedraagt. Ik loop aan de rechterzijde van de weg, vrij verkeer over de Plutonstraat. En dan komt de auto vanuit de tegenovergestelde richting, de Turkhofstraat. Ja, het rijgedrag van die autobestuurder. Ik moest in het gras gaan staan. Dat zijn bepaalde dingen van wat doen wij zelf om zaken te voorkomen. In elk geval, wij gaan verder. Ja, de drukstelling is er, ja, op het korps, ja, om al onze leden, dat wij die veiligheid toch, samen met die samenleving moeten waarborgen. Ik heb geen tijd meer voor loze gesprekken. Nee, stringent is die leiding van het Korps Politie Suriname nou bezig om te kijken van hoe onze mensen toch hun taken uitvoeren. Want daar gaat het nou uiteindelijk om. Mogelijk nog te vroeg, minister, maar heeft u intussen wat rapportage binnen dat het goed gaat met de operaties die nu uitgevoerd worden? Nou, cijfers heb ik nog niet, maar de resultaten zijn wel bekend. Ja, de aanhoudingen die verricht worden. Ja, de wapens welke in beslag worden genomen. De verboden middelen die tijdens die controles, de verkeerscontroles, want je hebt twee zaken, verkeerscontroles en roadblocks, worden aangetroffen. Dus de vruchten worden wel vanaf geworpen. Echt wel. Er zijn twee operaties gaande, minister. Alpha en Hoop hebben beide dezelfde, misschien mag ik het zo zeggen, modus operandi. Of zijn het twee verschillende projecten of operaties die uitgevoerd worden? Het zijn twee afzonderlijke projecten, operaties, om terug te gaan op wat u daar net aangaf. Het is natuurlijk verschillende modus operandi, maar zo prematuur zijn, indien ik dan daarop echt in depth zou ingaan, maar het zijn natuurlijk twee afzonderlijke operaties. Maar het gaat een en al om de criminaliteitsbestrijding. Ja? En de waarborging van die verkeershandhaving, maar daar gaat het nou uiteindelijk om. Op de persconferentie van de president afgelopen vrijdag is aangekondigd dat vanuit justitie onder meer opgetreden zou worden tegen prijsopdrijvers, illegale cambio's. Kunt u ons een update daarover geven? Nou, er zijn twee zaken welke u heeft aangehaald. U heeft gesproken over illegale cambio's en prijsopdrijvers. Prijsopdrijvers, dat is een aangelegenheid van HI. Het enige wat we misschien kunnen doen, dat is op verzoek van hun de ondersteuning. De vorige week werd de justitie geconfronteerd met het feit, dus vanuit die samenleving en ook nog vanuit de cambiohouders, dat de illegale cambiohouders, illegale wisselkantoren, ja, echt strak bezig waren om vreemde valuta te verhandelen. Hetgeen volgens de cambiohouders, ja, een negatieve impact had, ja, op de wisselkoers. Ja, ik heb hier zo gesprekken gevoerd met ze en ik heb dan gelijk afspraken gemaakt. Ik heb gerapporteerd naar de president, waarbij ik ook heb aangegeven dat wij na afstemming met het Openbare Ministerie, dan samen met HI, het Directoraat Nationale Veiligheid, dan natuurlijk een plan van aanpak, ja, zouden zetten. Dat hebben we gedaan. We zijn bij elkaar gekomen. De minister van HI en het hoofd van de afdeling fraude. En dan hebben we een bepaalde plan van aanpak samengesteld. Er waren bepaalde illegale wisselkantoren in beeld. En daar hebben we simultaan de actie uitgevoerd. Met als gevolg dus dat er grote geldsbedragen in beslag werden genomen. En dat er ook nog aanhoudingen waren verricht. Dit alles, laat me dit ervan zeggen, moet ook duidelijk zijn. Dat is op basis van de wet toezicht op geldwisselkantoren. Want die juridische basis moet er zijn. Alvorens je overgaat tot het verrichten van aanhoudingen. En al dan niet in beslagname. Het is een heel goede samenwerking geweest tussen de inlichtingendienst, de Nationale Veiligheidsdienst, ja, ECD van het ministerie HI
en de afdeling fraude van het Korps Politie Suriname. En het is niet gebleven bij die ene actie op vrijdag, maar er wordt nog steeds opgetreden. En we zullen zo voortgaan, alleen maar om de illegaliteit van het verhandelen van valuta en andere zaken tegen te gaan.